flying high. We're flying right up to the sky. We fly so high. We fly so high. We're flying high. We fly so high, we fly so high. In deel 5 belichten we de activiteiten op de luchthaven, zoals horeca en winkels. Jullie zijn volop in beweging, ook met betrekking tot activiteiten voor de security check. Uiteraard zullen jullie inspelen op de behoeftes van de passagiers en wellicht ook de behoeftes van mensen die werkzaam zijn in de omgeving. Maar waar moeten we dan precies aan denken? Nou, waar je dan aan moet denken is meer van wat we nu al hebben staan. Dus meer winkels en meer horeca. En als we kijken naar de winkels bijvoorbeeld, maar ook naar de horeca, dan gaan wij voor de toekomst, en de toekomst is al nabij, want in 2013 willen we het echt gereed hebben, willen we naar meer winkels en horeca met een echt A-merk. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan dezelfde soort winkels en horeca die je op Schiphol ziet, of op het NS-station. Nou, naar dat soort uitbreidingen gaan we kijken, omdat dat goed aansluit bij de behoeften van de reiziger, maar ook nog eens een keer aansluit bij de behoeften van de bedrijven die hier in de omgeving van de luchthaven gelegen zijn. In en om de terminal kunt u gebruik maken van diverse faciliteiten. Faciliteiten waar u gebruik van kunt maken voor uw vlucht, maar ook als bezoeker van de luchthaven. Wat komt u zoal tegen? Een viertal autoverhuurbedrijven? Een grenswisselkantoor? Diverse horecaconcepten? En een business center voor vergaderingen en congressen. Op de eerste verdieping van de terminal bevindt zich Travel Doctor reizigersadvisering en vaccinaties. Dit is een medisch servicepunt waar reizigers op afspraak onder andere hun vaccinaties kunnen halen. Verder kunt u hier terecht voor een medische check-up, klamboes, reisapotheek en nuttige tips. In de vertreklounge, na security check, bevindt zich Shop and Fly. Hier vindt u een uitgebreide selectie van parfums, rookwaar, alcoholische dranken, luxe artikelen en souvenirs. In de terminal treft u een drietal winkels aan die voor iedereen toegankelijk zijn. ACO, zij verkopen onder andere kranten, tijdschriften, boeken en tabaksartikelen. Aviflora. Het assortiment bestaat uit bloemen, bollen, zaden, ballonnen en cadeauartikelen. En de derde winkel is Before Takeoff. Een winkel voor heren- en damesmode, accessoires en sieraden. In de terminal zijn ook een aantal servicebalies van Neckerman Thomas Cook, Arke Holland International en OWAT te vinden. En heeft u vragen met betrekking tot vluchtmogelijkheden vanaf Eindhoven Airport, actuele vluchtinformatie, faciliteiten op de luchthaven of informatie over gevonden voorwerpen? Hiervoor kunt u terecht bij de informatiebalie van Eindhoven Airport. De informatiebalie is te vinden in de vertrek- en aankomsthal en is open gedurende de openingstijden van de luchthaven. In deel 6 en tevens het laatste deel hebben we het over de bereikbaarheid van de luchthaven. Eindhoven Airport kent een ruim aanbod van 50 bestemmingen.
Eindhoven Airport. Gewoon weg gemakkelijk.